Tussen waardenopvoeding vanuit christelijk perspectief en recontextualisering in katholieke scholen, is eigenlijk de strategie die men toepast om na te gaan waar het christelijk geloof van belang is voor de identiteit van de school. In het eerste geval, in het geval van waardenopvoeding, gaat men eigenlijk ervan uit dat het christelijk geloof ongeveer iedereen bindt. Men gaat uit van een consensusmodel. De christelijke boodschap, de christelijke waarden, vormen de consensus. Waarom spreekt men dan over waarden? Wel, omwille van het feit dat door secularisering en ook door de pluralisering van het religieuze in onze samenleving men er niet zomaar meer kan vanuitgaan dat iedereen nog christen is op school of iedereen in dezelfde mate nog vanuit de christelijke boodschap, vanuit dat godsgeloof kan spreken. Vandaar dat men een soort gemene deler zoekt, de lowest common denominator, de laagste gemene deler, en dan komt men uit bij de christelijke waarden. Die zijn dan vrijheid, solidariteit, naaste liefde. Uiteraard is het wel zo dat hoe meer mensen van die christelijke horizon af zijn, hoe verder ze daarvan af zijn, hoe vager die waarden worden, hoe algemener, hoe abstracter ze worden. Zodanig zelfs dat na verloop van tijd ze eigenlijk nauwelijks nog iets betekenen, want wie is er in onze Vlaamse context nu tegen vrijheid, solidariteit en naastenliefde? Recontextualisering gaat er dan vanuit dat dat christelijk geloof niet zomaar iets is dat verbindt, maar iets dat ook specifiek maakt. Met andere woorden, eigenlijk is de consensus in een recontextualiserende school dat het christelijk geloof niet zomaar de consensus uitmaakt, maar één stem is, een belangrijke stem, de stem ook van de traditie van de school, die op school moet klinken. Maar opdat ze zou kunnen klinken, moet men ze een eigenstandige plaats geven. Dat betekent niet dat er geen consensus meer is in die school. De consensus in die school is precies dat levensbeschouwing belangrijk is, maar dat we er niet zomaar vanuit kunnen gaan dat we allemaal dezelfde levensbeschouwing bezitten. En ook dat we er niet zomaar vanuit kunnen gaan dat die christelijk zou zijn. Dat betekent dus dat deze school ervoor zorgt dat het levensbeschouwelijke als levensbeschouwelijke ter sprake kan komen in de veelheid van de stemmen, in de veelheid van de levensbeschouwingen. En dat de school eigenlijk het kader voorziet, en dan gaat het uiteraard ook over waarden, hè, het kader voorziet waarin die dialoog tussen die levensbeschouwingen kan plaatsgrijpen. Wel, het gaat om twee verschillende strategieën waarmee scholen uitdrukking kunnen geven aan een identiteit. Waardenopvoeding gaat in de eerste plaats zoeken naar een gemeenschappelijke grond waar alle leden van de school zich in kunnen vinden. En om die grond te vinden gaat men zoeken naar waarden die universeel zijn, die algemeen gemakkelijk aanvaard kunnen worden en waarom een consensus gebouwd wordt. Deze waarden worden dan eventueel geplaatst, expliciet geduid in een christelijk referentiekader. Bijvoorbeeld naastenliefde, vergevingsgezindheid, barmhartigheid, rechtvaardigheid als manieren om uitdrukking te geven aan katholieke schoolidentiteit. Bij recontextualisering gaat men niet alleen kijken naar datgene wat men gemeenschappelijk heeft, maar zal men ook gaan kijken naar wat specifiek christelijk is, wat zich ook niet zonder meer laat vertalen in zaken waar iedereen het er vanuit de menselijke natuur onmiddellijk eens mee zou zijn. Men gaat dus het specifiek christelijke gaan opzoeken en men gaat proberen dat specifiek christelijke niet zomaar uit de oude doos te halen, maar binnen de context van vandaag naar voren te schuiven op een nieuwe manier. En die nieuwheid wordt onder meer gecreëerd doordat men die identiteit, dat specifieke, in dialoog, in interactie met de context laat treden. Dus belangrijk is dat
recontextualisering gaat ervan uit dat er in de school een veelheid is. Dat niet iedereen hetzelfde over alles denkt, maar dat er een veelheid van meningen is, dat die veelheid wordt geëxpliciteerd, ook wordt gewaardeerd en dat daarbinnen het christelijke, het gesprek aangaat om in die context zelf ook te groeien en te veranderen. Ja, met de beperkte kennis die ik heb over de twee beleidsopties die u mij ter bespreking voorlegt en met mijn beperkte ervaring als schooldirecteur van een jezuïtencollege, denk ik dat meer scholen zo'n 25 jaar geleden, op het moment dat ik startte als leerkracht, kozen voor waardeopvoeding in een christelijk perspectief. Christelijke waardeopvoeding zie ik eerder als een compromis tussen christendom en cultuur. En ik denk dat recontextualisering een meer hedendaagse optie is waarvoor kan gekozen worden. Een compromis is eerder een evenwichtsoefening, terwijl identiteitsvorming vergt veel meer duidelijkheid, authenticiteit en bewustzijn. En ik wens toe dat zoveel mogelijk van mijn medewerkers een zoektocht naar hun persoonlijke identiteit, hun professionele identiteit en schoolidentiteit, dat die dat nooit stopzetten. En dat elke zoektocht uitmondt in een gezond samenspel tussen die drie. Kijk, reeds 2000 jaar heeft het christendom zich menigvoud gerecontextualiseerd in steeds weer veranderende tijden. Zo niet zouden we vandaag geen christenen meer zijn. En katholieken geloven dat God zich doorheen dat proces, doorheen die geloofstraditie, steeds weer opnieuw openbaart, met ons mee op weg gaat en zich opnieuw meedeelt aan de mens. En vandaag is het aan ons om dat recontextualiseringsproces verder te zetten in een nieuwe historische context, die aan een hoog tempo radicaal aan het veranderen is. Nu, dat Jezus' boodschap van een God die liefde is niet zal vergeten worden, dat twijfel ik niet aan. Maar wel zal het christelijk geloof dat die transitie zal overleven, onvermijdelijk een nieuw elan gekregen hebben. Hè? Een aangepaste inhoud en vorm, hoewel het nog steeds authentiek christelijk geloof zal zijn, hè? Dat zich laaft aan dezelfde oorspronkelijke inspiratie. Ja, ik zie daar eigenlijk vooral twee belangrijke gevaren. En een eerste gevaar is eigenlijk dat je uitgaat van de veronderstelling dat die christelijke waarden, dat die nog herkenbaar zijn voor de leerlingen. Dat die waarden dus, die eigenlijk universeel zijn geworden, gelijk bijvoorbeeld rechtvaardigheid, dat ervan uitgaan dat leerlingen toch nog beseffen dat daar een soort van christelijke inspiratie ook achter zit. En dat is een gevaar, want vaak is dat helemaal niet zo en zijn die waarden voor hun gewoon waarden die ook iemand die moslim is belangrijk vindt of iemand die helemaal niet gelovig is vindt dat ook belangrijk, rechtvaardigheid. En een tweede gevaar wat ik zie is als je heel erg gaat focussen en eigenlijk bijna louter gaat focussen op die waarden, op die ethische dimensie, is dat je eigenlijk andere aspecten van het geloof, gelijk bijvoorbeeld het verrijzenisgeloof, dat je daar totaal niet meer eigenlijk over gaat spreken en dat dus eigenlijk het specifieke karakter van het christendom verloren gaat eigenlijk. En dat leerlingen zich dan ook gaan afvragen, ja, waarom hebben wij hier eigenlijk nog katholieke godsdienstlessen? Want wat is hier nog katholiek aan bij? In een andere school volgt een kameraadje zedeleer, die spreekt over diezelfde waarden. Dus waarom heet dat dan nog godsdienst? Wel, ik denk dat het niet zo onevident is. Hè. Als je een discours gaat brengen dat in eerste instantie dat uitgaat van die waarden, dat het grote gevaar natuurlijk is dat je bij een meer humanistisch discours zult blijven hangen. Die waarden zijn, zoals ik al zei, heel evident een gemakkelijke toegangspoort bij jongeren, want iedereen erkent ze, zijn ook alomtegenwoordig in onze samenleving. Niet tegenstaande soms sprake is van verruwing van de samenleving. Ik denk dat waarden toch breed gedragen zijn in de samenleving. Maar het is niet evident om met, ik hoef niet noodzakelijk te zeggen jongeren, maar gewoon mensen te koeren die eigenlijk weinig voeling hebben met het christelijke verhaal, om vanuit die waarden dan nog die brug te slaan, wat eigenlijk de bedoeling is van de waardenopvoeding, om die brug te slaan naar dat specifieke christelijke.
Werken aan waardeopvoeding vind ik sowieso waardevol. Maar toch wil ik opmerken dat wat nu algemeen menselijk is, van christelijke oorsprong is. En het gevaar dreigt dat een katholieke school gereduceerd wordt tot een humanistische school. En dat er een duidelijk identiteitsverlies is. Jongeren komen vanuit hun eigen context veel minder of helemaal niet meer in contact met de kerk. En de godsdienstleerkrachten zullen in de eerste plaats de oorsprong van die christelijke identiteit mogen aanreiken. Maar het is een zaak van ons allen om die mee te verduidelijken. En als de basis van het geloof te onherkenbaar wordt, dan kan er denk ik nooit respect zijn voor de tradities die ontstaan. Om te beginnen, een christelijke waardenopvoeding is fantastisch, is positief. Een school die aan waarden werkt, werkt ook aan haar katholieke identiteit. Waarden behoren ook tot het christelijke, tot het katholieke discours. Het probleem is heel vaak dat vooral oudere generaties spontaan wel zien en aanvoelen hoe die waarden zich tegen een christelijke achtergrond ontwikkelen. In een post-christelijke cultuur echter is het zo dat jonge mensen die niet meer in dat klassieke christelijke verhaal geïnitieerd zijn, dat zij die link met de christelijke traditie eigenlijk niet meer zien, zeker niet meer spontaan zien. Of als die link voor hen gemaakt wordt, die link gemakkelijk ook achterwege laten. Het gevaar is dat daardoor eigenlijk waardenopvoeding een seculariserend effect kan hebben. Als je alleen over waarden spreekt en als men de band tussen die waarden en de christelijke traditie minder en minder ziet of minder en minder kan leggen of wil leggen of mag leggen, riskeer je eigenlijk dat op vrij korte termijn de school herleid wordt tot waarden en in die zin niet meer verschilt van een andere niet-katholieke school waarvan we evenzeer vandaag erkennen dat die zeer waardevolle schoolprojecten kunnen hebben. En in die zin kun je zeggen dat waardenopvoeding vaak vanuit de oudere generatie de intentie wel heeft om de christelijke identiteit centraal te stellen, maar dat het effect bij de nieuwe postchristelijke generatie heel vaak is dat daardoor de identiteit feitelijk op de achtergrond verdwijnt, erodeert en weggeseculariseerd wordt, waardoor er eigenlijk geen verschil meer is tussen christelijke en niet-christelijke school. Of er een gevaar is aan recontextualisering, ik zou eerder zeggen een opportuniteit, maar er zijn wel een aantal vooronderstellingen, een aantal precondities nodig voor recontextualisering, waarvan ik mij soms afvraag of die niet zo hoog gegrepen zijn dat het project van recontextualisering zelf eigenlijk te moeilijk is voor bepaalde omstandigheden. Voor eerst gaat recontextualisering ervan uit dat levensbeschouwing belangrijk is. Meer nog, dat levensbeschouwing ook ter sprake moet kunnen gebracht worden. Nu, in een tijd van secularisering en in een tijd waarin de default-positie quasi-neutraliteit is, vergt het heel wat inspanning en moed om precies levensbeschouwing ter sprake te brengen, omdat de algemene teneur eigenlijk die is dat je dit niet ter sprake brengt, of toch niet op zo'n manier ter sprake brengt dat het een verschil kan uitmaken. Het kan wel interessant zijn van een verschillende opvatting te hebben, maar zolang als dat niet nijpt in bepaalde discussies, maakt dat eigenlijk ook niet zo heel veel uit. Dus met andere woorden is die basisconditie dat levensbeschouwing belangrijk is en dat het ertoe doet en dat het ter sprake moet kunnen gebracht worden. Dat is een zeer belangrijk gegeven in dat verband. Een tweede is, dat hangt er eigenlijk mee samen, het heeft met christelijk geloof dan te maken. Niet alleen moet de conditie er zijn om levensbeschouwing ter sprake te brengen, maar ten tweede ook moet het christelijk geloof daaraan toe zijn. Dat betekent dat het christelijk geloof zichzelf ook moet begrijpen ten aanzien van die pluraliteit, ten aanzien van de niet meer meerderheidspositie die ze heeft, enerzijds, maar anderzijds ook moet leren omgaan met die, die minderheidspositie die ze verworven heeft. Namelijk, wat we vaak zien is dat wanneer christenen een minderheid vormen, dat ze hun identiteit gaan afsluiten, zich gaan verzekeren en een soort oppositionele houding gaan aannemen ten aanzien van de anderen. Dus het dialogale, kort door de bocht,
is niet alleen een kwaliteit van de algemene sfeer in de school waar levensbeschouwing te sprake moet komen, maar moet ook een kwaliteit zijn van het christelijk geloof dat zich uitgedaagd ziet vanuit de dialoog met de andere levensbeschouwingen op school om eigenlijk zichzelf telkens opnieuw te herontdekken. Ja, daar zie ik ook twee grote gevaren waar ik me wil beperken. En dat is enerzijds dat als je bij recontextualisering zit er het gevaar in dat je te veel gaat focussen op die openheid en op die dialoog te moeten aangaan eigenlijk met andere levensbeschouwelijke overtuigingen, dat je misschien uit het oog gaat verliezen dat het christendom wel de voorkeursoptie is en zou moeten zijn binnen uw school. Dus je raakt de weg eigenlijk kwijt binnen al die veelheid. Nu, uiteraard is het christendom wel een van de vele opties binnen de samenleving, maar als katholieke school ben je ergens wel verplicht om toch dat christendom naar voren te schuiven. En een tweede gevaar dat ik zie is eigenlijk dat je in de dialoog misschien ook te veel op zoek gaat gaan naar de overeenkomsten die er zijn en dat je de verschillen uit het oog verliest. Recontextualisering natuurlijk, blijkt ook uit onderzoek, als het goed gebeurt, is dat eigenlijk de meest krachtige motor om katholieke identiteit vandaag opnieuw op de kaart te zetten. Er zijn echter ook een aantal risico's aan verbonden, dat is heel duidelijk. Verschillende risico's noem ik even op. 1. Dat een aantal mensen waardenopvoeding voorstellen als recontextualisering. Ja, dus dat mensen denken dat ze aan het recontextualiseren zijn, maar eigenlijk gewoon waarden aan het heropfrissen zijn. Een tweede gevaar is dat recontextualisering verward wordt met reconfessionalisering. Daar bedoel ik mee dat men nogal massief, zonder veel dialoog, van bovenaf de christelijke identiteit gaat opleggen. Recontextualisering gaat juist in dialoog met de context en legt niet iets op aan de context. Waardoor heel wat mensen heel vaak ook voelen dat die recontextualisering eigenlijk een vorm van reconfessionalisering is en zich daarom ten onrechte vaak tegen verzetten. En een derde, en wellicht het grootste gevaar, is het gevaar van relativisme. Namelijk, je kan denken dat recontextualisering een soort van vrijgeleide is om met de christelijke traditie eender wat te doen. Wat natuurlijk ook niet het geval is. Recontextualisering werkt met een aantal regels, hermeneutische regels noemen we dat, betekent een adequaat omgaan met de schrift, een adequaat omgaan met de traditie, een kritisch met onderscheiding kijken naar de context en ook een behoorlijk genuanceerde appreciatie van de cultuur van vandaag en met name de jongerencultuur. Het is pas als die elementen aanwezig zijn dat er echt kan gerecontextualiseerd worden. Betekent dat de christelijke traditie er moet binnengebracht worden, want anders is er niets meer om te recontextualiseren. En krijgen in de feiten recontextualisering die vergelijkt en ook tot een vorm van relativisme leidt. Als we dat gaan toepassen op het christelijk geloof, dan is er een fundamenteel gevaar dat om de hoek loert. Hoewel we geen keuze hebben, kan het aansturen op een herprofilering van het katholiek geloof in een nieuwe context een riskante onderneming zijn. Een heuse evenwichtsoefening, hè, die ook uit de hand kan lopen. Het gevaar is namelijk dat we de controle verliezen op dat herinterpretatieproces, dat het een eigen leven gaat leiden en daarbij nog onvoldoende blijft verwijzen naar de christelijke en katholieke geloofstraditie. Dat we de christelijke religie op den duur uit het oog gaan verliezen in het spel van multicorrelaties en horizonversmeltingen. Ja, het is een zoekproces dat de uitkomst onzeker is en onbepaald is, dat ook ongewenste vormen zou kunnen aannemen. Net zoals een te vrije vertaling, hè, waarin dat de vertaler allerlei eigen dingen in de tekst gestopt heeft, zodanig dat de oorspronkelijke tekst nog niet of nauwelijks herkenbaar is. Dat risico bestaat. Wat we nodig hebben, dat zijn bruggenbouwers die met kennis van zaken en liefde voor de geloofstraditie, die het proces begeleiden en in de hand houden. Die in staat zijn het te sturen en te corrigeren als dat nodig is. Die met één voet in de traditie staan en met één voet in de nog ongeschreven toekomst. Die zowel die traditie kennen als ook de jongere culturen met hen in gesprek kunnen treden. Die virtuoos zijn in taalgebruik en in verbeeldingskracht om die brug te slaan. En die in staat zijn om dat proces te sturen en te managen en te beheersen. Iets
wat ik zelf ooit mee aan gewerkt heb, was een viering in de periode van Advent en Kerstmis. En in die school zaten ook heel wat moslimleerlingen en leerlingen die duidelijk aangeven van, ik geloof helemaal niet, mevrouw. En wat we toen dan gedaan hadden met godsdienstleerkrachten, was die leerlingen ook aanspreken en zeggen van, nu gaan jullie eens teksten en afbeeldingen zoeken rond het thema licht en vrede. Omdat dat twee thema's zijn die bij Advent en Kerstmis ook duidelijk hun plaats hebben. En jullie gaan nu eens zoeken naar teksten die uiting geven aan wat dat voor jullie betekent. Wat betekent licht voor u? Wat betekent vrede voor u? En op die manier hadden we dan een viering eigenlijk in elkaar gestoken, waar dus die leerlingen hun tekstjes naar voren brachten en een soort van PowerPoint-presentatie was die ondertussen afbeeldingen daarbij toonde. Maar toch was er in die viering ook de voorkeursoptie voor het christendom, namelijk in de adventskrans, die ook aanwezig was in de viering zelf en waar de kaarsen één voor één werden aangestoken met begeleidende tekstjes die dan vooral focusten op christelijke naastenliefde. En ook door het geboorteverhaal uit het evangelie van Lucas dat voorgelezen werd in die viering. Zo had je de combinatie van de twee. Ik zag in Australië, in een klein katholiek schooltje, waar een hele goede sfeer heerste trouwens, hadden ze iets heel creatief gedaan. Ze hadden de leerlingen het Onze Vader laten herschrijven. Ze hadden eerst het Onze Vader aangeleerd, van buiten geleerd, en dan geanalyseerd wat al die zinnetjes betekenen en waarom we dat bidden. En dan vervolgens kregen de leerlingen de opdracht om nu zelf aan de slag te gaan en in hun eigen woorden, vanuit hun eigen context, in hun eigen taal, vanuit hun eigen angsten en vrees en hoop en verwachtingen, een nieuw Onze Vader te schrijven. Gebaseerd op het oude, maar toch nieuw en anders. Nu, het gaat niet zozeer over het eindresultaat van dat proces, maar wel over het feit dat die leerlingen daar ondertussen mee bezig geweest zijn. Ze hebben dat toegeëigend, ze hebben dat geassimileerd en erover nagedacht, met elkaar over gepraat, nieuwe woorden voor gezocht, er is een creatief proces van interpretatie plaatsgevonden, dat hen allemaal verrijkt heeft. Zowel de katholieke leerlingen als ook de protestantse leerlingen en andersgelovigen die ook in de school aanwezig waren. Gebed is de koningsweg om iets te doen met geloof op school. We zien in ons onderzoek dat er over de hele lijn correlaties bestaan tussen alle types van katholieke geloofsvorming en persoonlijk gebedsleven. Als u iets kunt doen, iets creatiefs, iets nieuws, iets waar je de leerlingen betrekt, dat met gebed te maken heeft, dan zal dat beslist een meerwaarde zijn. Twee concrete voorbeelden. Eén, een voorbeeld dat zich afspeelt binnen de school. Een schoolproject waarin bijvoorbeeld er tussen de verschillende vakken in een school wordt nagedacht over de verhouding tussen geloof en wetenschap. Wanneer je bijvoorbeeld een themajaar start met een panel met deskundigen, biologen, cosmologen, filosofen, theologen die nadenken over de verhouding tussen geloof en wetenschap. Als je dat vervolgens integreert, niet alleen in de lessen godsdienst, maar ook in de lessen natuurwetenschappen, in de lessen wiskunde, en de verschillende partners daarvan laat werken naar verschillende posities, waarbij groepen leerkrachten komen tot een soort van synthesetekst op basis van een discussieforum, dat vervolgens gekoppeld wordt aan de identiteit van de school. En dan heb je een voorbeeld van recontextualiseren. Een ander voorbeeld is wanneer je gaat werken rond de patroonheilige of de stichter van de school. En die zijn verhaal niet alleen vanuit een historisch perspectief gaat bekijken, maar ook vanuit een inhoudelijk perspectief en de vraag gaan stellen, bijvoorbeeld, als die persoon vandaag terug zou komen naar onze school, wat en hoe zou dit onze school vandaag concreet veranderen? Ik heb het geluk gehad van onlangs in Brussel op mijn stageschool een heel mooie kerstviering mee te maken. En ik vond daar dat die echt een heel mooi voorbeeld was van recontextualisering. Ik heb daar twee dingen. Ik vond dat heel sterk om te beginnen. Het ging om een echte eucharistieviering met kerstmis. En we zitten daar, te midden van Brussel. Al die leerlingen wonen in Brussel. Pal in het centrum is de school. En men komt samen in de kathedraal van Sint-Goede, Sint-Michielde. Op zich een heel sterk symbool ook, vind ik. Alle leerlingen komen daar binnen. Men houdt daar een echte eucharistieviering. En er zijn twee dingen die me daar echt zijn opgevallen. Dat is, om te beginnen, bij de start van de viering werd eigenlijk de priester vooraan in de kerk verwelkomd door een groepje leerlingen, waarbij elk van die leerlingen telkens zich kort voorstelde aan de priester.
dus met de micro voor de hele kerk. En dan zei ik, ben die leerling en ik heb dat geloof. Er kwamen dus een vier à vijftal gelovigen, die zeiden, ik ben dat geloof. Is het nuttig dat ik hier ook ben, vroegen die telkens aan de priester. Waarop dat die hun natuurlijk welkom heten in die katholieke eucharistieviering en daarin een woord aan hen persoonlijk richten en daarmee ook aan alle andere leerlingen die dat geloof hadden in de kerk en hen op die manier specifiek welkom heten. Vond ik een prachtig voorbeeld van die dialoog aangaan, letterlijk. Hè. En dan iets anders vond ik ook zeer mooi, hoe dat de leerlingen zelf de muziek hebben verzorgd. En dat is iets wat ik recent ook in mijn opleiding heb mogen ervaren, heb leren kennen. Eigenlijk het belang van esthetische gevoeligheid. Hè. Dus die leerlingen die mogen daar zelf in die viering de muziek verzorgen. En ze doen dat ook echt op hun manier. Dus wat hadden we daar? Er is daar in de kathedraal in Brussel, is er gerapt. Hè? Is er echt soul gezongen. Maar door de leerlingen zelf. En het mooie is, op die manier zien al die leerlingen die in de kathedraal zaten, die werden aangesproken, dat was hun muziek. Hè? En die leerlingen zaten daar letterlijk over God te zingen, op hun manier. Ik moet eerlijk zijn, ik was daar nogal door getroffen, omdat ik zag mezelf dat op de schoolbanken nog niet direct doen. Vooraan in de kerk gaan uitroepen, zingend, vol overtuiging over geloof in God, letterlijk met die bewoordingen. Zo vond ik een heel sterk voorbeeld. Ik ben daar vrij gerust in dat we daar met de nodige inspanningen wel onze weg zullen vinden om onze identiteit van de katholieke school te bewaren. Er zijn genoeg mensen bereid, denk ik, om daaraan te werken en het zinvolle daarvan te blijven inzien. Dus ik zie de toekomst eigenlijk wel rooskleurig. Maar het vraagt alleszins een inzet en daar is werk aan. Ik denk dat die vraag op twee manieren moet beantwoord worden. Enerzijds vanuit een zekere realiteitszin denk ik dat het programma van recontextualisering een zeer hoog programma is en dat dit niet meer voor alle scholen mogelijk is. Ik denk overigens ook dat een aantal scholen niet alleen uit noodzaak, maar ook uit overtuiging zullen kiezen voor een profiel dat eerder naar waardenopvoeding gaat, eerder gaat naar het creëren van een soort lowest common denominator, die eventueel wel abstract is, maar die op een of andere manier toch ook zich zal moeten fine-tunen met de pluraliteit aan levensbeschouwingen die er in onze samenleving is, maar daar eigenlijk actief niets meer mee wil of kan doen, omdat ze dat misschien ook niet als de taak van de school ziet. Dus in die zin denk ik dat je langs de ene kant, vanuit de realiteitszin zou kunnen zeggen dat je een heel divers landschap van katholieke en vrije scholen zult krijgen. Waarbij het niet altijd duidelijk is of alle vrije scholen nog allemaal even legitiem, in descriptief en in normatief niveau, dat label katholiek kunnen dragen. Langs de andere kant, als we natuurlijk vanuit de droom vertrekken, dan hoop ik natuurlijk op een landschap waar in min of meerdere mate die contextualiseringsperspectief gerealiseerd kan worden. Hè. Waarbij scholen in min of meerdere mate ervoor kiezen om hun eigen project nog steeds te vertalen vanuit die christelijke traditie, vaak ook de traditie van de stichters of van de ordes die de scholen gedragen hebben. En om te zien hoe dit precies hun pedagogisch project kan inkleuren, enerzijds, en anderzijds, hoe dit tegelijk ook leerlingen bekwaam maakt om binnen een multiculturele samenleving aan de slag te kunnen, een multireligieuze samenleving aan de slag te kunnen, en daarbij kunnen onderscheiden tussen verschillende levensbeschouwelijke perspectieven, enerzijds, anderzijds, ook die christelijke stem binnen die levensbeschouwelijke pluraliteit kunnen onderscheiden, daar weet van hebben, daar iets mee kunnen doen. Het is altijd moeilijk om zo'n soort van inschatting te doen. Maar wat ik in ieder geval denk, is dat katholiek onderwijs zal een vaste waarde blijven hier in Vlaanderen. Maar wat vooral mee opgepast moet worden, is dat
wat je nu vaak hoort, is dat leerlingen en ouders zeggen, ah ja, we kiezen voor het katholiek onderwijs, want dat is kwaliteitsvol onderwijs. Hè. Dus daar wordt goed lesgegeven en dan zijn ze goed voorbereid eigenlijk op hun verdere studies. En het probleem daarbij is dat het aspect geloof eigenlijk niet meer een aspect is dat een doorslag geeft van daarom kiezen we voor die scholen. Dus ik denk dat als katholieke scholen echt nog naar buiten willen komen van wij zijn katholieke scholen, dat zij ook wel aandacht moeten besteden aan dat aspect levensbeschouwing. En dat wil niet zeggen dat je dan een katholieke school moet zijn die iedere maand een eucharistievering doet, waar dat iedere dag er gebeden wordt. Dat moet niet. Je kan dat je eigen invulling geven, maar je zou wel duidelijk mogen uitkomen voor je eigen identiteit, die wel anders is dan die van een provinciale school of een stedelijke school. Dus op die manier denk ik wel, als daar aandacht voor is, dan zullen we wellicht verder gaan op het elan dat er nu is, denk ik. Ik hoor ook, ik heb al verschillende scholen gestaan, ik hoor ook van, ja, veel erger dan het nu is, zal het wel niet meer kunnen worden. Dat is natuurlijk wel ja, een heel negatieve beoordeling van de situatie die er nu is. Maar ik denk wel, met de juiste mensen, maar dat is bij alles zo, mensen die hun schouders ergens willen onderzetten, dat het katholiek onderwijs wel nog altijd veel toekomst heeft. Persoonlijk zie ik dat zeer positief. Omdat dus eigenlijk de hele benadering van recontextualisering een optimistische benadering is, die gelooft in de kracht van het christelijk verhaal zelf. Wat ik wel denk en zie gebeuren, is dat er een nog grotere waaier, een nog een grotere diversiteit aan katholieke scholen zal ontstaan. Waarbij je aan de ene kant scholen zult hebben die heel sterk zullen kiezen voor een reconfessionaliserend profiel. Een aantal scholen die zeer actief en creatief de dialoog zullen aangaan en recontextualiserende scholen zullen worden. Een belangrijke groep van scholen die in de waardenopvoeding zal blijven. Met daarbij aan de rand van die groep van scholen een toenemend aantal scholen die in de zone van de secularisering zullen gaan. U zult dus zien dat er als het ware verschillende graden en types van katholiciteit zullen ontstaan. En ouders zullen, net zoals ze nu kiezen voor een wiskundeschool of een school waarin talen belangrijk zijn of een school waarin technologie belangrijk is, zullen ouders ook verschillende profielen van identiteiten, mogelijke uitdrukkingsvormen van katholieke identiteit van een school kunnen vinden. De taak dan van het katholiek onderwijs is te zorgen dat die een groep met elkaar verbonden blijft, met elkaar ook in gesprek blijft, elkaar ook blijft bevragen, kritisch bevragen, maar ook blijft uitnodigen en positief stimuleren. Waarbij denk ik ook wel de vraag niet te vermijden zal zijn op een bepaald moment voor bepaalde scholen en of gezien het profiel dat ze aanhouden, ze zich wel nog langer authentiek katholieke scholen kunnen noemen of niet. Ja, wat dan ook de vraag doet reizen of het dan per se noodzakelijk is dat ze daarom een katholieke koepel zouden gaan verlaten. Dus ik denk dat er een grote waaier aan diversiteit zullen komen. Scholen zullen naar de toekomst toe daar transparanter moeten over communiceren, zodat ouders en leerlingen een meer geïnformeerde keuze zullen kunnen maken en dus bewuster zullen kunnen omgaan met die katholieke schoolidentiteit. Althans, dat is mijn prognose voor de volgende 10, 15 jaar.